Voor mijn 18e verjaardag kreeg ik van mijn broer een imkerpak. En dat was omdat ik bestuurskunde ging studeren. Dat was een onpraktische studie van veel woorden en weinig daden, vond mijn broer. En als ik nou imker werd, was ik ook nog een beetje praktisch bezig. Zo werd ik 25 jaar geleden imker. En ik zag al snel dat honingbijen maar één doel hebben. Ze willen als volk overleven. Daar hebben ze maar één reden voor, dat is de bestuiving. Die moet wereldwijd op zo'n grote schaal plaatsvinden, dat samenwerking in volken nodig is. En ik ontdekte hoe slim bijen dat doen. Hoe ze met zo'n volk van tienduizenden bijen een winter kunnen overleven. Dat is eigenlijk ongelooflijk. En in het voorjaar, als juist van alles staat te bloeien, hoe ze altijd de beste nectarbron weten te vinden. En die oogsten ze. Wat ze doen als er een crisis is. Bijvoorbeeld als de koningin sterft. En ik zie dat wij heel anders samenwerken. Moeizamer. Wij hebben niet één duidelijk doel waar we aan werken. Wij werken meestal aan meerdere onduidelijke doelen. Wij verdelen het werk over allemaal afdelingen en programma's en projecten. En daarbinnen weer over allemaal verschillende functies. Bijen doen dat juist niet. Wij vergaderen heel veel, doen bijen nooit. En wij zijn veel tijd kwijt aan plannen maken. Opschrijven wat we gaan doen. En als het op papier staat, gaan we al vrij snel opschrijven wat we gedaan hebben. Evalueren en monitoren en verantwoorden. Voor al die programma's en projecten en afdelingen. Bijen doen dat allemaal niet. En toch krijgen ze die bestuiving voor elkaar. En heel vaak denk ik, bijen werken veel slimmer samen dan mensen. En dat is ook niet zo gek, want ze doen het al miljoenen jaren. Ze doen het helemaal automatisch. Wij zijn er vergeleken met bijen nog maar heel kort. En van die korte tijd dat wij er zijn, zijn wij pas op het allerlaatst grootschalig gaan samenwerken. Wij moeten dat nog leren. En ik ga 5 dingen noemen die we van bijen kunnen leren. En het eerste is dat we minder moeten samenwerken. Wij raken er in korte tijd aan verslaafd op alle levensdomeinen, terwijl we het nog helemaal niet goed kunnen. We moeten er vanaf kicken. Want samenwerken is niet vanzelfsprekend. Zelfs niet bij bijen. Mijn bijen zijn honingbijen. Die werken samen in volken. En daar zijn wereldwijd ongeveer 7 soorten van. Een handjevol. Daarnaast zijn er wereldwijd 1000 andere soorten bijen. Die werken niet samen in volken. Die doen anders alles individueel. En dat werkt prima. En de natuur zegt daarmee, als je iets in het klein kan doen, doe dat dan vooral. En bespaar je de moeite van het samenwerken. Dat doe je alleen als het echt niet anders kan. Zoals bij de bestuiving. Wij zijn helemaal niet gewend om in volken samen te werken. Wij zijn goed in overleven in kleine groepjes van jagers en verzamelaars. En pas de allerlaatste tijd, vooral de laatste decennia, zijn wij op alle levensdomeinen grootschalig gaan samenwerken. In het onderwijs, de zorg, voor je huisvesting, vervoer, voedselvoorziening, productie van goederen en diensten, communicatie, beveiliging, je oude dagvoorziening, verzekeringen, je kan het zo gek niet verzinnen. Of wij pakken het tegenwoordig in het groot aan. Mijn bijen zouden dat heel raar vinden. Die zouden zeggen, jullie zijn verslaafd aan samenwerken. Je moet ervan afkicken. En ik denk dat wij op veel terreinen beter af zijn met minder samenwerken. Kleinschaliger organiseren. Maar ik zie ook wel dat het ons op andere terreinen heel veel oplevert. En dan moeten we het ook goed doen. En als ik naar mijn bijen kijk, dan betekent goed samenwerken in ieder geval, wees een toerist. Lekker rondkijken wat er allemaal gebeurt. Je zou denken dat bijen daar veel te druk voor hebben. En toch doen ze het. Ze kijken rond wat er gebeurt in de omgeving van een paar kilometer rond het bijenvolk. Om te zien of er nieuwe bloemen zijn gaan bloeien. Maar ze doen het ook binnen, in het volk. We besteden een flink deel van de tijd aan ogenschijnlijk zomaar rondlopen. En dat doen ze om te kijken wat voor werk er ligt, wat er moet gebeuren
en waar anderen al mee bezig zijn. En zo bepalen ze wat ze zelf gaan doen. En dat bepalen ze ook echt zelf. Wij zijn ook wel toeristen, maar vooral als we op vakantie zijn. En in ons werk kijken we wel rond als we een nieuwe baan hebben. Dan gaan we uitgebreid kennis maken met collega's, met al die andere afdelingen en programma's en projecten. We gaan op werkbezoek. En meestal stoppen we daar vrij snel weer mee. En dat is jammer, want als we ermee door zouden gaan, dan konden we veel beter onze activiteiten op elkaar afstemmen. En prioriteiten stellen. Daarom gaan beide ermee door, altijd. Niet omdat ze vakantie hebben, maar omdat het nodig is. En dat is een mooi bruggetje, want als bijen zien dat iets nodig is, dan komen ze meteen in actie. Gelijk handelen. Nu even niet, daar ga ik niet over, zeggen ze eigenlijk nooit. En een mooi voorbeeld daarvan is de manier waarop ze nectar verzamelen. Dan gaat het een mooie dag met duizenden bijen tegelijk. En als die nectar verzameld hebben, gaan ze dat netjes thuisbrengen. Maar bij thuiskomst gaan ze het niet zelf opbergen. Ze geven die nectar af aan andere bijen, om zelf weer te gaan verzamelen. En als die andere bijen zou zeggen, nu even niet, dan zouden er al heel snel flinke files ontstaan bij de ingang van dat bijenvolk. Ik kan er eindeloos naast zitten, gefascineerd kijken wat die bijen doen. Ik probeer ze er wel eens op te betrappen, maar hoe druk het ook is, ontstaan nooit files. Wij hebben vaak 1001 goede redenen om niet meteen in actie te komen. Ik zit de hele dag in vergadering. Ik doe dat morgen. Misschien. Daar gaat mijn collega over. Maar die is er nu niet. Ik doe dat wel. Zodra ik toestemming heb. Ik wil wel helpen, maar ik ben niet bevoegd. Wij kunnen u helpen. Bij de andere afdeling. We pakken het op. Bij de volgende vergadering. Wij gaan daarmee door. Na de evaluatie. We lossen het op. Zodra het budget is. Dat project werkt prima. Maar het gaat stoppen. De aanvraag is goedgekeurd. Bij een positief advies. U kunt hier altijd terecht. Als de plek is. U kunt ons altijd bellen. Spreek uw boodschap in. Ik betrap me daar zelf regelmatig op. En als we dat soort dingen te vaak doen, dan zijn we met z'n allen heel druk, maar dan vindt er geen bestuiving plaats. Als bijen zien dat iets nodig is, komen ze meteen echt in actie. En dat brengt me op het volgende, want ze moeten wel in actie kunnen komen. Je moet ze daar niet in belemmeren. Laat ze met rust. Laat het gaan. Laat het gebeuren. En toen ik net begon als Imke, toen snapte ik dat nog niet. Ik was onzeker, want ik had maar één volk. En ik wist nog niet zoveel van bijen. En ik dacht steeds, gaat het wel goed met mijn volk? En om daarachter te komen, ging ik controleren. Trok mijn Imkepak aan. Ging naar mijn volk toe. Maakte de kast open. En dan zag ik 10 raten, netjes op een rij. Vol met bijen, druk aan het werk. En die raten haalde ik er allemaal uit. Één voor één. Die zaten nog steeds vol met bijen. En die zaten in de weg, dus die tikte ik eraf. Om te zien of ze eitjes hadden en stuifmeel. En of ze ruimte hadden om uit te breiden. En die raten hingen kriskras door elkaar weer terug. Ik wist nog niet dat er een hele structuur in zo'n bijenvolk zit. En ik zag dat het goed was. Ik deed de kast weer dicht. Tevreden ging ik weg. Maar ik liet mijn volk in totale paniek achter. Die hadden dagen nodig om alles weer te herstellen. En dan kwam die man met het Imkepak weer. En toen ik daarmee stopte, bloeiden ze helemaal op. Ze konden eindelijk aan de slag. Nu weet ik dat ik ze vooral met rust moet laten. En dat geldt voor mensen ook. Geef ze juist de verantwoordelijkheid om zelf te doen wat nodig is. En dan tenslotte, gebruik een krant als je gaat fuseren. Wat zeg ik? Een krant? Ja, gebruik een krant als je gaat fuseren. Soms heb ik 2 volken die zo zwak zijn dat ze de winter niet gaan overleven. En die wil ik dan samenvoegen. Dat gaat als volgt. Ik haal het deksel van het ene volk af. En van het andere haal ik de bodem eronder uit. En ik zet ze
op elkaar. Maar als ik dat zo doe, dan vechten ze elkaar helemaal kapot. Dan krijg je een middeleeuwse veldslag. De oplossing is simpel. Ik leg er een velletje krantenpapier tussen. Kunnen ze elkaar niet te lijf gaan en ze beginnen van twee kanten aan die krant te knagen. Dat duurt ongeveer een dag, dan zijn ze daar doorheen en als ze elkaar dan tegenkomen, dan accepteren ze elkaar wel. Ik heb verschillende fusies mee mogen maken in mijn werk en meestal waren die niet bevorderlijk voor de samenwerking. Wij vergeten vaak de krant. Dat waren vijf dingen die we van bijen kunnen leren. Gebruik een krant als je gaat fuseren. Laat ze met rust, niet te veel controleren. Als je ziet dat iets nodig is, kom gelijk in actie. En om erachter te komen wat nodig is, speel je regelmatig de toerist. En zo kunnen we beter samenwerken. Maar misschien wel het belangrijkste is dat samenwerken niet altijd beter is. En wij raken er in korte tijd aan verslaafd op alle levensdomeinen. En worden er steeds meer afhankelijk van, terwijl het nog helemaal niet goed kunnen. We moeten er ook van afkicken. Dan nog heel even terug naar mijn broer, want die zit hier. Ik vind het super dat je hier bent en bedankt voor dat imkerpakken.